2 morgen in de ambulance. Toen dacht ik, shit, nou ja, waarschijnlijk sleutelbeen. Ik denk, nou, 2 weken rustig gaan. Dan heb ik nog weer net 2 weken, ongeveer 3 weken. De organisatie had me gevraagd voor dit jaar om als gastvrouw op te treden. En ja, dat leek me een superleuke uitdaging. En voor die tijd vertel ik aan alle gasten eigenlijk het verhaal van al mijn avonturen eigenlijk als wielrenster, wat ik allemaal meegemaakt heb. En ja, 15 jaar leven natuurlijk genoeg herinneringen op. Ja, je doet het op een leuke manier met het tasje waar je van alles uit haalt. Hoe zijn de reacties? Ja, heel enthousiast. En mensen die luisteren heel aandachtig. En dat is gewoon hartstikke leuk. En ja, natuurlijk gewoon topsport. Je maakt van alles mee. En in de koers maak je van alles mee. Buiten de koers maak je van alles mee. En het is gewoon heel leuk om daarover te vertellen. Ja, en hoe is het om dan nu de Ladies Tour, de Bulls Rental Ladies Tour, van de andere kant te bekijken? Ja, ik vind het heel interessant. Het is, je ziet hoeveel werk het allemaal achter de schermen, wat er allemaal gebeurt. Het is heel leuk om een stukje van je eigen enthousiasme over te brengen op de gasten. Te vertellen over het vrouwenwielrennen. Hoe hard het gaat allemaal en wat er allemaal voor gedaan moet worden. De leuke dingen, maar ook helaas de minder leuke dingen wat er allemaal bij komt kijken. En ja, het is gewoon heel leuk ook om te zien. Of ik vind het heel interessant ook om te zien wat het allemaal organisatorisch, wat het allemaal teweeg brengt. Heel vaak gaat het goed